give me some. Yo. Nou, vanavond hebben we een tweede ronde van de commissievergadering Samenleving, waar we het met elkaar gaan hebben over de jeugdzorg. En met name onder meer de uithuisplaatsingen van kinderen. Wat een grote zorg is, zeker bij onze fractie, Leefbaar Gouda. We hebben een eerste avond gehad onder leiding van Laurentien van Oranje. En als het goed is, gaat zij vanavond ook het debat begeleiden met de raadsleden. Te reflecteren wat we de vorige bijeenkomst nou opgehaald hebben en wat we ermee gaan doen. Met één doelstelling, om te zorgen dat met name de jeugdzorg veel professioneler gaat werken. En dat uit huis geplaatste kinderen eigenlijk gereduceerd moeten worden naar bijna nieuw. Wij moeten veel meer in gaan zetten dat die instroom naar de jeugdbescherming toe. En dan praat ik met name voor het grootste gedeelte over echtscheiding, dat we dat gaan voorkomen. Het voorkomen, want het kan op hele andere manieren. Een echtscheidingsproblematiek hoort niet thuis in de jeugdbescherming, verre van. En daar gaan we vanavond aan de wethouder vragen hoe we dat kunnen doen. Daarnaast gaan we het hebben over het Keurmerkinstituut. Gecertificeerde instelling. Wat is zo'n certificaat waard? Hè? Hoe komt dat tot sprake? Hoe krijg je dat? Is dat te verkrijgen? Klopt dat allemaal wel? De gecertificeerde instelling. Ja, je hoort het terecht al zeggen. Maar dat hele certificaat stelt geen fukkeduk voor. Vanavond de kinderoorlogsvorming plaats. Door de commissie Samenleving in gevolg op de beeldvorming van 6 september 2020. Met als onderwerp de aanbiedingverzoek hervormingsagenda jeugdzorg. Ingebracht door Leefbaar Gouda, van de Positieve Partij voor de Dieren en Gouda Vitaal. Bij oordeelsvorming gaan de commissieleden met elkaar in debat aan de hand van debatpunten als staat omschreven in de vorming op raadscommissies. Aan de leden van de commissie is gevraagd om de debatpunten zoveel mogelijk van tevoren aan te leveren. De aangeleverde debatpunten staan gepubliceerd op de website van de gemeente en het vergaderingssysteem van de ruimte. Voorafgaand aan het debat is er een reflectie van mevrouw Van Oranje, co-founder en directeur van Number 5 Foundation, op de beeldvorming van 6 september. Deze informatie kan voor de commissie worden meegenomen in het debat. Aan het eind van de vergadering hebben de commissie leden de optie tot het aankondigen van een aangeleveringsverzoek of een motie vereend. Directe besluitvorming aan de hand van aan een raadsvoorstel gekoppeld besluit is niet mogelijk, aangezien er geen besluit zit om in de vergadering is. Dus ik wilde graag beginnen om mevrouw Van Oranje het woord te geven voor terug op 6 september 2023. Waarom draagt u deze voor? Veel dank, voorzitter. En ik voel me eigenlijk vereerd en soms ook wel een beetje misschien op een. Ik weet niet helemaal wat deze plek betekent. En ik wil nogmaals benadrukken dat. Voor degene die felheid in debatten wil. Ik ben niet van de felheid, ik ben van de neutraliteit. Dat is mijn enige bijdrage wellicht. En wat ik gedaan heb, is om 6 september te vatten in reflecties. Zie dat niet als een proefschrift of als een relaas. Maar wellicht helpt het bij weer oprakelen wat er tussen de lijntjes gezegd is, ook op 6 september. Een paar algemene, en ik heb ook geprobeerd om ze te koppelen aan de debatpunten die ik van tevoren vandaag heb ontvangen. Een paar algemene gedachten. Op 6 september is er heel veel verschillende soorten informatie gedeeld. Er is ook een reflectie dat er focus moet worden aangebracht, kom ik zo op terug. En dat ging van persoonlijke beleving tot structuurvragen en alles ertussenin. En met name ook de persoonlijke toelichtingen waren natuurlijk zeer indringend en juist daarin zaten heel veel inzichten tussen de regels door. En ter verdieping wellicht op de vraag over hoe breng je nou eigenlijk focus aan op iets wat zo complex is, wil ik aan de voorkant ook aangeven wat ik ook door tussen de regels door hoorde en ook Sharon Stellaert ook meerdere malen hoorde zeggen eigenlijk, pas nou op dat je gaat focussen. Want als je niet naar de basis kijkt, naar de grondhouding, naar het mensbeeld, naar aannames die aan een systeem ten grondslag liggen,
loop je het risico om weer in dezelfde valkuil te stappen, waar juist Sharon Stennaert zo duidelijk over was en hun spiegel voorhield. Met andere woorden, als je bezig bent met een systeemverandering, kun je wel, terwijl je het systeem aan het aanpassen bent, interventies doen die helpen, maar pas op wellicht met voor het focus, want dat was juist vanuit de insprekers denk ik juist ook, dat ze zeiden, doe dat nou niet en pak er niet één plukje uit. Ik heb 10 vragen die ik dacht zijn wellicht interessant om over na te denken, om na te denken over focus. En een aantal van de reflecties zijn ook jullie eigen woorden terug. Wat zijn we eigenlijk aan het organiseren en waar leidt het toe? Wat moeten we wel doen? Waarom is het zo moeilijk om zonder ego en defensiviteit te reflecteren met elkaar? Waarin zitten we gevangen? Hoe kun je een stelsel effectief maken met ineffectief beleid? Maar ook de vraag, wie is of zijn de echte deskundigen en wat is hun rol, hun positie, hun doorzettingskracht en doorzettingsmacht? En zijn mensen niet zelf ook deskundigen van hun eigen leven en durven dat te erkennen en ook als dat leven er anders uitziet dan de blik op je eigen leven? Wat zijn de prikkels in het systeem, of de verkeerde prikkels in het systeem, financieel of andere die gevangenschap in stand houden? Waar zitten de checks en balances in de hele keten en wie houdt die checks en balances eigenlijk in de gaten? Wat is de rol van een gemeente als eindverantwoordelijke over het welzijn van inwoners? En welke checks en balances zijn nodig zodat de mens niet uit beeld raakt? En misschien is dat een reflectie op hoe krijg je dan grip op de keten? En wat is dan die keten? En waar staat die mens dan? En specifiek, ook naar de indringende inspreker van met name ook jongeren, welke behoeften hebben kinderen en jongeren specifiek om 1 serieus genomen te worden, gehoord te worden en dat niet vrijblijvend is, een eigen vertrouwenspersoon te hebben, en een inzage en transparantie te hebben over wat er over hen wordt opgeschreven. En dan een aantal kernpunten die ik uit de inspreeksessie heb gehaald. Toch wel weer heel sterk terug naar wat ik toen probeerde te doen, is blijf nou weg bij een stelselgesprek, want was dat niet wat Sharon Stennaert ons constant voorhield. Maar neem nou dat mensperspectief als centraal. Dat voelt wellicht wat ongemakkelijk, omdat mensen al zo lang gewend zijn om het te praten over het stelsel. Maar dat onderzoek van Sharon Stennaert geeft de onderbouwing die nodig is om te stellen dat het blijven denken, praten en handelen en bijsturen binnen de huidige structuren geen zin heeft. Herhalen van zetten levert niets op. En de vraag is wellicht om over na te denken, hoeveel meer onderbouwing is nodig om dit gezamenlijke, gedegen, goed onderbouwde proefschrift gezamenlijk te omarmen en van daaruit weer door te redeneren. Het echte probleem is, kwam ook naar voren op 6 september, dat de onderliggende denkpatronen en aannames, dat we die misschien net niet durven aan te raken. Dat die hetzelfde blijven, want dat gaat eigenlijk ook over onze eigen blik op de levens van anderen. Het fundamentele gesprek, zoals Sharon Stennaert dat noemde, blijft uit. We zijn ook snel geneigd om toch weer in structuren te denken en op te bouwen. Bijvoorbeeld inspectie als oplossing als het niet goed gaat. Dat is misschien wel dat reparatiepatroon waar Sharon Stennaert over sprak. Dat moeten we dus juist voorkomen. Er was een vraag over ervaringsdeskundigheid in het systeem bouwen. Je kunt ook gewoon zeggen, de mensen in het systeem zijn de mensen om wie het gaat. En ga gewoon naar ze luisteren. Dan ga je niet een structuur bouwen in het systeem dat eigenlijk iets doet waar het om gaat. Er zijn ook reflecties die nu al in de praktijk kunnen worden gebracht. Eigen regie van ouders en kinderen zelf als experts. En luisteren naar de mensen om wie het gaat. En niet nogmaals ervaringsdeskundigheid in het systeem inbouwen. Bijvoorbeeld een kind zien en horen zonder aannames zou een goed startpunt zijn. En waarom beginnen we daar niet eigenlijk morgen al gewoon mee? Dan een punt over hulpverlening, wat ook naar voren kwam.
duidelijk werd dat het niet beschikbaar is of niet aansluit op de behoeften van mensen die erom vragen. Je vraagt hulp, maar haalt beoordelers in huis. Dus, wat is wel en niet hulp? Durven mensen die hulp nodig hebben het nog wel te vragen uit angst dat ze beoordelaars naar binnen halen? Daaraan gekoppeld werd ook diagnostiek die wordt gedaan door onbevoegden vanuit eigen denkkaders, aannames en vooroordelen. En er werd gesproken over een institutionele fuik van zorg naar oordeel. Ik luisterde en las nog een keer terug naar alles wat ik had opgeschreven en ik dacht, waarom en hoe komt het dat we het zo ver hebben laten komen? Waarom is alles zo polariserend? Waarom wordt er constant misschien wel vermengd het persoonlijke, we doen toch zoveel goed en we bedoelen het zo goed met elkaar, en de functionele betrokkenheid? Het gaat eigenlijk om niemand van ons persoonlijk, behalve de mensen om wie het gaat in het systeem, ook de professionals die het goede willen, maar laat dat niet vermengen met het gaat over jouw leven. Het gaat over organisaties en macht, over welke vraag en stelling gebruikers en hulpvragers en bestuurders van het systeem, waar kun je het wel met elkaar over eens zijn. Maar er wordt geconstateerd, het gesprek vanuit de inhoud lijkt onmogelijk te zijn geworden. En de vraag is, waarom is dat zo? Is dat omdat je het niet met elkaar eens bent, of omdat je het niet eens bent over het probleem waar je naar kijkt, of het blik op de realiteit? Dus wat ben je aan het oplossen? Dan het punt over waarom beginnen we niet gewoon met luisteren. Misschien is dat wel zo simpel dat het zelfs ongemakkelijk voelt. Begin gewoon met het serieus nemen van de mensen om wie het gaat. Ouders, kinderen, regie bij de gezinnen houden. Dat is eigen regie. Wil niet iedereen dat? Wie gaat zonder oordeel verantwoording met iemand in gesprek? Om iemand echt te horen, verdiepende vragen te stellen. En ik kan u zeggen dat alles wat wij nu doen vanuit de toeslagenaffaire begint met diep oordeelloos luisteren en dat levert heel erg veel op. De vraag is ook, op welk moment begin je met luisteren? Begin je bij het eerste signaal en is eigenlijk iemand dan niet zijn rechtsbescherming al kwijt? Misschien zijn de verhalen wel te erg en is het lastig om naar te luisteren. Naomi die vertelde over hoeveel keer van plek veranderen voordat iemand schreeuwt, stop, zo kan het niet langer. 29 leefgroepen en 40 begeleiders. Als je niet neutraal het wie, wat, waar en waarom van het vraagstuk in kaart brengt, gaat het niet gefixt worden, was een uitspraak van de familie Mulder. En dan die vraag over vanuit ongemak de dialoog voeren. Vanuit de mens praten en niet het systeem. Verbindend en elkaar willen begrijpen in plaats van constant maar te blijven te polariseren, ook in taal. Maar misschien ook wel de macht moeten herkennen dat er al zo lang zoveel misgaat en mensen die zich niet gehoord voelen, dat je dan niet bij de eerste, de beste, meer fundamentele gesprek je niet gehoord voelt. Ook in GI zou zich gehoord moeten voelen en de vraag is, waarom is dat niet? Wie ben jij en welke rol heb je? Een verschil tussen een bestuurder en een jeugdwerker die voor dit vak gekozen heeft vanuit een drive iets te willen betekenen. Zit daar niet ook lucht tussen en licht tussen? Maar ook de vraag over in de dialoog, wat zijn de vooroordelen, de vooringenomen meningen, de oordelen, de eigen overtuigingen en voorkeuren van waaruit iemand naar een gezin of een gebeurtenis kijkt? Met andere woorden, wat zijn de eigen referentiekaders over opvoeding? En misschien is het wel heel ongemakkelijk om te spreken over patronen. Want misschien weten we niet en durven we niet te zeggen, wanneer is iets een patroon? Is het 1 situatie, is het 10 situaties of moeten het er 100 zijn? Tot slot een aantal reflecties over wat dan wel. Dat is ook aan de orde gekomen op 6 september. Eigen regie van de personen om wie het gaat. Het dossier. Wie bepaalt wat een normale gezinssituatie is. Het beeld van anderen over het functioneren van een gezin. Het ontbreken van feitenonderzoek. Is misschien al bij de eerste blik, sta je dan al met, als gezin met 10-0 achter en heeft iemand niet al grip op jou en jouw leven? Zou de terugkeer naar de eigen gezinssituatie niet het uitgangspunt moeten blijven?
Iemand zei, er is geen startmeting, dus ook geen eindmeting, dus blijf je maar door in de modder. Dan het punt transparantie. Hoe wordt alles duidelijk wat er wordt beslist en gedaan over de levens van mensen en waarom en op basis waarvan worden overwegingen en beslissingen gemaakt? Is er een overzicht van wie wat doet en beslist? Is er een heldere dossiervorming, het feitenonderzoek? Is er duidelijk wat de machtsverhoudingen zijn? En er werd veel gesproken over een veelvuldig gevoel van willekeur. Dan het punt op verantwoordelijkheden. Wie bewaakt wat? Kwaliteit van de mensen om wie het gaat. Kwaliteit van de dienstverlening van uitvoeringsorganisaties. Niet waar is de gemeente verantwoordelijk voor, maar waar voelt de gemeente zich verantwoordelijk voor? Voor het welzijn van inwoners of voor het uitvoeren van maatregelen? Wat is de rol van de rechtspraak en hoe worden de rechten van ouders en kinderen beschermd? En hoe zit het met de macht van instanties versus de mens? En wie zorgt ervoor dat de fundamentele rechten van mensen worden gewaarborgd? En is de verantwoordelijkheid integraal onderdeel van... En is het de blik van de mensen, om wie het gaat, integraal onderdeel van evaluaties en kwaliteitscontroles? Of wordt er alleen geluisterd naar de instanties die het uitvoeren? En ook bij verantwoordelijkheden, wat is de rol van de inspectie en het keurmerkinstituut? Dat staat misschien nu los van de werkelijkheden, maar moet dat niet een instrument zijn om op te kunnen sturen, maar niet losgezongen van de werkelijkheid? Dit zijn alle belangrijke vraagstukken om voor de controlerende taak van de gemeente wellicht om over na te denken. Klachten en meldingen waren een punt. Waar kunnen mensen echt terecht zonder dat hun rechtsbescherming in het geding is, of dat het ze kan opbreken in de machtsverhouding met de GI om te kunnen klagen? En wat gebeurt er dan met klachten? En welke link is er tussen klachten, signaleren van patronen en kwaliteitscontroles? Wachtlijsten. Er is gesproken over wachtlijsten voor risicojongeren. Wie bepaalt de definitie van risico en zit daar niet al een stigmatiserende blik in op bepaalde jongeren? En dan zijn er gesproken tot slot over een paar oplossingen en vragen om te stellen. Wat had je anders gedaan? Hoe kun je zorgen dat je onafhankelijk je verhaal kunt doen? Daarna een onafhankelijk feitenonderzoek. Daarna triage door een professional met diagnostische bevoegdheden. En er werd veel gesproken over complexe echtscheidingen die apart moeten worden bekeken. Er is ook gesproken over preventie. Er kwam niet heel veel aan bod. Maar de vragen zouden daar kunnen zijn. Opleidingen die moeten veranderen, daar is wel over gesproken. Welke preventie, van welk probleem eigenlijk en waar liggen de behoeften? Bevorderen van goed ouderschap, tussen aanhalingstekens, en wie bepaalt dan weer wat goed ouderschap is? En de vraag is, wanneer begint preventie en hoe voorkom je toch dat je weer gaat stigmatiseren van mensen? Dat zijn eigenlijk de reflecties die ik zou willen delen. Het voelt ongemakkelijk om zoveel verschillende soorten dingen te benoemen. Ik hoop dat het helpt bij de reflecties. Het was niet een samenvatting van wat er is gesproken, maar ik hoop dat ik in ieder geval kernpunten heb aangeraakt die het debat verder kunnen bevorderen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Soms kijk ik, maar het is te veel voor mij. Ja, te veel voor mij. Maar het is een deel van mij. Ja, een deel van mij. Soms kijk ik, maar het is te veel voor mij. Ja, te veel voor mij. Maar het is een deel van mij. Ja, een deel van mij.